Niet te veel over Europa praten, zeker niet in verkiezingstijd, want daar houden kiezers niet van. Dat weet elke politieke partij. Hoe bijzonder is het dan dat een nieuwe partij die meer Europa wil, nu met 3 zetels in het parlement komt? Onder de bezielende leiding van de Laurens Dassen, die ook de aandacht heeft getrokken van niemand minder dan Paul Hane in zijn rol van dominee Gremdaad. Kent u die uitdrukking? Volt is de frisse wind. Een jonge partij die bruist van idealen, Europees denkt en geen historische partijballast met zich mee hoeft te slepen. Laurens Dassen van Volt bezit de kracht van de debutant en de kracht van het inspirerend enthousiasme. En hij heeft een geloofwaardige visie op de toekomst van Nederland en de toekomst van Europa. En misschien, ja, ik zit nu aan te denken, kan hij minister van Europese Zaken worden? Hij minister van Europese Zaken in het eerste kabinet Sigrid Kaag. Nou ja, wat een eer. Als de dominee dat zegt, dan zal het wel kunnen, hè? Nou, het is natuurlijk fantastisch dat hij dit heeft opgenomen. En een heel positief verhaal over, denk ik inderdaad, wat Volt ook is. Een bruisende beweging van energie. Maar ook over jou, hè? Ook over mij. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder dat wordt gezegd. Ja, dus, mensen zien een idealist in jou. Ben je een idealist? Ben ik een idealist? Kijk, ik ben de politiek ingegaan omdat ik me zorgen maakte over het groeiende nationalisme. Hè, over de opkomst van Salvini, van de AfD, Brexit wat gebeurde, Trump, hier in Nederland de FVD. En omdat ik dacht van oké, dat is allemaal een hang naar nationalisme, naar wij, zij denken, de angst voor de ander. En ook een hang bijna naar het verleden. Terwijl we hele grote uitdagingen voor ons hebben als klimaat, migratie, sociale ongelijkheid, veiligheid. En dat zijn uitdagingen en die houden zich niet aan grenzen. Dus waarom de politiek dan wel? Dus toen ben ik me gaan verdiepen en toen kwam ik op een gegeven moment op Volt. Ja, je hebt eerst nog wel bij de traditionele partijen gekeken, maar daar vond je het niet, hè? Nee, daar voelde ik het niet. En bij Volt wel, daar waar die energie en echt op een andere manier naar politiek willen kijken. Dus over grenzen durven samen te werken. En dat vond ik ontzettend inspirerend. En ja, daar zitten grote eigenlijk idealen natuurlijk ook bij. Dat moet ook wel, want je werkte bij een grote bank. Je had een heel goed inkomen. We hebben het over geld, hè? Je had een heel goed inkomen. Ik neem aan dat je wel iets ingeleverd hebt ook. Ja, dus ik heb in 2018, net na de oprichting van Volt in Nederland, heb ik mijn baan opgezegd. Dus dat is 2,5 jaar geleden. Omdat ik erin geloofde, en toen heb ik samen met Reinier opgezegd, omdat we ook dachten van ja, als we hierin geloven, dan zullen we daar ook het voortouw in moeten nemen om het op te gaan zetten. Want je bent als beginnende beweging heb je geen geld. Geen geld is geen mensen is geen geld. Dus toen zijn we begonnen en heel veel mensen hebben daar natuurlijk aan bijgedragen. Hebben tijdelijk hun studie stilgezet, tijdelijk hun baan even stilgezet. En dat betaalt zich nu uit in een hartstikke mooie verkiezingsuitslag. Ja, als je wint heb je vrienden. Heb je dat van de week gemerkt? Wij hebben ontzettend veel positieve reacties gekregen. En ik denk ook dat dat hartstikke mooi is en dat ook veel mensen zien wat we aan het doen zijn. We hebben helemaal aan het begin hebben we wel eens te horen gekregen, wat jullie willen gaat nooit lukken. Ja. Kijk, en nu zijn we 3 jaar verder sinds de oprichting en zitten we in het Europees Parlement. We zitten in Italië, Bulgarije en Duitsland in de lokale en regionale gemeenteraden. En dat zijn nog maar 3 zetels, maar op de een of andere manier hebben jullie toch de harten van veel mensen ook veroverd, hè? Ja, omdat... Hoe zou dat komen, denk je? Nou, ik denk dat het deels de uitstraling is die we met Volt hebben. Onze visie, hè, wat toch... we zijn kritisch, maar ook constructief, positief en richting de toekomst. Jong, idealistisch. Veel jonge mensen die zich hebben aangesloten. Nieuwe partijen die niet uit boosheid in het parlement komt, maar uit gedrevenheid. Ja, en wat ik heel inspirerend zie is dat veel jonge mensen zich hebben aangesloten. Hè, opgegroeid zonder de gulden, zonder grenzen. Maar ook een grote groep wat oudere mensen die juist met Europese projecten zijn opgegroeid en die zich zorgen maken over hun kinderen en kleinkinderen. En wat heel veel mensen mooi vinden aan Volt is inderdaad die toekomstvisie en daar ook voor durven staan. En dan met een hoop energie en enthousiasme die visie ook durven brengen. Ja, maar het is ook wel een beetje eng, Europa. Voor de meeste mensen staat dat ver van ze af. Maar dat is wel iets wat graag door politici wordt gezegd. Van Europa is ver van de bedshow. Terwijl wij hebben dagelijks te maken met Europese wetgeving. En vergeet ook niet dat bijvoorbeeld... Maar daar worden we ook niet altijd blij van, hè, van die Europese wetgeving, toch?
Nou, ik denk dat daar zeker ook uitdagingen af en toe in zitten. Maar ja, uiteindelijk levert het ons ook heel veel op. Kijk, als je kijkt naar privacywetgeving die we met elkaar hebben, die dat waarborgt. Als je kijkt naar de voedselveiligheid die we met elkaar afspreken. Als je kijkt naar het ondernemerschap wat kan gebeuren. Als je kijkt naar de veiligheid die we met elkaar hebben en die nog belangrijker gaat worden in een wereld waar steeds meer digitaal zal zijn. Maar even iets anders, Laurens. Omroep Brabant heeft tijdens de verkiezingen een onderzoek laten doen naar Brabanders hoe zij de Haagse politiek ervaren. En dan zeggen heel veel mensen, het is ver weg, we voelen ons niet gehoord. Dat wordt toch niet beter op het moment dat dat in Brussel zit? Nou, en dat is ook precies de reden dat wij ook kritisch zijn op de werking van de Europese Unie. Want wij vinden dat het een democratisch tekort heeft. Op dit moment stemmen wij op een Europees parlement met elkaar. Maar eigenlijk kan dat Europees parlement ons helemaal niet goed vertegenwoordigen. Dus dat willen wij verbeteren doordat we zeggen van ja, onze toekomstvisie is een Europese parlementaire democratie. Dus een democratie net als dat we die in Nederland kennen. Dus dat het parlement ons goed kan vertegenwoordigen. Ook dat moet verbeterd worden. Ook dat moet verbeterd worden. Ja. Maar daarnaast moeten we ook zorgen dat mensen beter en meer inspraak krijgen. Via burgerfora, burgerbudgetten. Op het gebied van Europa is er een conferentie over de Europese toekomst. Waar mensen inspraak kunnen hebben van wat willen ze dan graag dat Europa voor hen is in het leven. Ja. En een ander mooi punt, want we zitten hier in Brabant. En Brabant grenst aan België. En heel veel mensen hebben dagelijks te maken met de Europese wereld. Hè? Dus werk over de grens, ondernemen over de grens. Het vervoer wat soms stopt bij de grens, waardoor je niet verder kan. Dus daar is een wereld te winnen om al die wetgeving en die beleidsstukken veel beter op elkaar aan te kunnen sluiten. Zodat mensen hier juist ook in de regio daar veel meer van kunnen genieten. Je staat nog wel een beetje in campagnestand, hè? Het is natuurlijk. Het maakt me ontzettend enthousiast. En ja. Er zijn zoveel kansen. Je raakt er niet over uitgepraat. Nee. Maar ik wilde zo graag even naar Knechtsel. Ja. Vanuit het grote Europa naar het kleine Knechtsel. Ja. Waar je opgegroeid bent. Waar je nog steeds, waar je ook tijdens je studie nog regelmatig naartoe ging. Voetballen bij Knechtsels, hoe heet ze? Bij de Knechtselse Boys, ja. Daar staat een elftal. Sta jij daarbij? Ja, zeker. Ik ben van de bovenste, de tweede van links. Dit waren, denk ik, zo te zien de D'tjes of de C'tjes misschien? Ik denk dat dit de E'tjes zijn. Oh, de E'tjes. Later in het eerste. Ja, dit zijn de E'tjes, denk ik. Maar dat is allemaal opgehouden. Heb je nog banden met Knechtsel? Ik kom er zelf niet meer heel vaak. Ook mijn ouders zijn inmiddels daar weg verhuisd. Als ik naar mijn ouders ga, dan ga ik naar Eindhoven. Dus ik kom er niet meer heel vaak. Maar ik heb zeker nog wel contact met mensen ook uit Knechtsel. Ook mensen die ergens anders wonen, die uit Knechtsel ken. Dus gelukkig wel, ja. Ja, er hadden veel mensen in Knechtsel op Volt gestemd. Ja, hè? Ik geloof iets van 12% of zo. Dat is toch fantastisch. Dat maakt me echt heel blij. Van. Ik heb daar een hele mooie jeugd gehad. Een jeugd die ik eigenlijk iedereen gun. En ik ben ook heel blij dat de reacties uit Knechtsel ook heel positief zijn. Je zat bij het jeugdorkest. Dat jeugdorkest vierde een paar jaar geleden zijn 25-jarige jubileum. En dat gaat dan zo in Knechtsel. Is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Ja, het is toch fantastisch om te zien dat hier heel veel jeugd samen muziek maakt en daar mensen mee vermaakt. Was je erbij eigenlijk? Ik was erbij. Dit was, dit was voor het 25-jarige jubileum. En ik zit denk ik hier ergens in de zaal. Ja, maar je was al uit het orkest natuurlijk. Ik was al uit het orkest. Want je bent wel jong, maar zo jong nou ook niet. Zo jong nou ook niet. Nee. Kijk, dit was in Valkenburg. Toch weer even terug naar de politiek. Ja. Hoe is het donderdag bevallen, die kennismaking? Dan zit je ineens aan één tafel met Mark Rutte en alle grote hotshots in de politiek. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat je in één keer beseft van, we hebben het gehaald. En een paar uur later zit je inderdaad met alle lijsttrekkers aan tafel. En dan besef je ook wel even van, wauw, dit is wel mooi dat we hier met Volt mogen aanschuiven. Af en toe in je arm knijpen van, gebeurt dit wel echt? Ja, en toch wel trots ook op wat we dan in die tijd bereikt hebben met elkaar. En ook blij met het vertrouwen van veel mensen. En natuurlijk ook daarin de verantwoordelijkheid voelen. Ja, oké, nu moeten we ook aan de slag en moeten we het ook met elkaar gaan waarmaken. Ja, en er wordt af en toe gespeculeerd op het toetreden van Volt tot het kabinet. Dus ja, het gaat dat is ook iets jullie, wat ik nu steeds meer meemaak, het speculeren. En, ja. Misschien is Laurens Dassen over een paar maanden wel staatssecretaris van weet ik veel wat. Nee, dat absoluut niet. Nee? Kijk, willen jullie wel in het kabinet?
We zijn op dit moment net nieuw. We hebben net onze passen. We zitten niet in de Eerste Kamer. En ik denk nu dat het aan de grote partijen, de VVD, D66 is, om zelf eerst eens erop uit te gaan wat zij graag willen. Maar is het antwoord nee dan? En dan is het voor ons denk ik niet dat wij in de coalitie zouden gaan. Dus als ik zeg wil Volt in het kabinet, dan zeg je nee? Nou, nee. Of zeg je nooit nee? Kijk, ik denk dat we eerst even moeten kijken van wat eruit gaat komen. Maar nee, ik verwacht niet dat we dat gaan doen. Dat is voor ons als kleine partij, is dat nu niet... Eerst maar eens even de Haagse woorden. Eerst zorgen dat we het goed kennen, dat we ons in het parlement goed vertegenwoordigen. En dan in de toekomst zou het een mooie optie zijn. Laurens, dank je wel. Dank dat je er nog eens was in Brabant. Graag. Dank je.